Het historisch centrum Leeuwarden kreeg enkele jaren geleden de beschikking over de foto- en negatieve collectie van Sikke en Pieter Doelen en Paul Jansen. Ze overleden in 2002, 2006 en 2009. Alle drie waren bij het Leeuwarder actiewezen betrokken en maakten prachtige beelden van de afgelopen decennia en vooral de jaren 60 en 70. De jaren van onder andere Hippo en acties. De tentoonstelling Langharig Leeuwarden, jongeren in de Friese hoofdstad tijdens de jaren 60 en 70, geeft een beeld van Leeuwarden uit die roerige tijd. Aangevuld met filmbeelden, affiches en krantjes. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. Bij jou hier een beeld van, eigenlijk dat Sjostjerek achter u is. Hoe de jongeren in Leeuwarden gaan manifesteren in de jaren 60 en 70. Roerige jaren, baden van alles. En het is het verhaal van de, wat we neemt, is de ongebonden jeugd. Wat kunnen we hier op de tentoonstelling concreet zien? We hebben hier een samenleving van foto's, om te beginnen van Paul Jansen, oordfotograaf, Leeuwarder de Krant, Sikke Doelen en Pieter Doelen. Die collecties hebben we hier op een gegeven moment gekregen in het HCL. En daaromtijd ben een heel soort foto's, dat we een oproep dienen hier, ben een heel soort foto's loskwam van oordfotografen. Er is heel wat verslijn, ook op filmpjes. Je ziet een versteld wat er ook al hier bewaren is om archiefmateriaal, een heel soort bladjes uit die tijd die je in layout maken binnen. Die binnen hier te zien. Hoeveel mensen waren er toen actief? Nou, kist is dat eigenlijk, het was misschien een voorhoede die het heel actief was. Maar de jaren 60 had natuurlijk, het was een landelijk fenomeen wat er al hier gebeurde. Het was een wereld fenomeen, want in Amerika waren ook al hier rellen en popmuziek en opstand van jeugd. Het was, hoorlijk kwam natuurlijk de jeugd wel in beweging. En dat had natuurlijk ook CVS-slag gewoon op Leeuwarden. Hoe vol had het er wien, dat is meer naar te gaan. Want dat is een vier vrouwhoede, maar ik denk dat het CVS-slag gewoon had op eigenlijk op elke manier wel wat. De mensen konden zich goed ontwikkelen in die tijd, hè? Mensen konden haar heel goed ontwikkelen. Hier is een politieke stroming, maar hier is ook mensen, die wien een heel goed aan de gang met het. Het muziekleven, de popmuziek, popfestivals, powwows, die binnen tolven van organiseert. Een heel groot muziekevenement in Leeuwarden, wat tolven keer houden is. Daar is het nog versteld van. In de harmonie werd duizenden mensen op ogen kwamen. Dat weer heel groot. Daar waren ook hele mooie affiches van maken. Ja, we hebben hier een verzameling van alle affiches die het maken binnen van al die festivals in de harmonie. Hubertus de Jong, Bert de Jong. Die maken die affiches. Hier echt een huisvormjouwer daarvoor. En dat Sjost trouwens ook van, ik in deze vormjouwer, die is hier achter me, Sjost. Het hier echt wel een aparte stijl in die tijd. Wat ik mij die letters, mij alle keer uitstulpingen en zo. Ja, dat vind ik op die manier wat dat dien. Why don't you all fade away? Don't try to dig what we all. Wat is er nou nog oer van het actiewezen van de 60 en 70 jaren? Als je op een gegeven moment houde Hippo houde op een gegeven moment op in Leeuwarden, maar een heel soort instellingen die er onverbonden waren, de Hippo Print bijvoorbeeld, het filmfestival bijvoorbeeld, dat had zijn wortels. In Hippo begonnen ze alternatieve films te vertonen. Dus het filmcircuit kwam erop. Nou, en uiteindelijk kreeg het filmfestival. Nou, dat kwam uit Hippo. Organisatie van die de popconcerten zou organiseren. In Hippo is het eigenlijk al hier begonnen op die manier. En dat is nog in Romein, de concerten. Ja, daar ben wel linken mij de tijd van doen. Langharig Leeuwarden is een onderdeel van de gelijknamige manifestatie met onder meer een fotoboek, lezingen en stadswandelingen. It's my generation.